Goedemiddag, dit is Steven Major met een extra nieuwsflash over de groente- en fruitcrisis. De epidemie is ondertussen al overal ter wereld verspreid. Door deze pandemie zijn de prijzen van de groenten en fruit al sterk de hoogte ingeschoten. De prijs voor een banaan bedraagt bijvoorbeeld al 500.000 euro. Dit was Steven Major. Ik ga even frisse lucht pakken. Nu al? Ja. Voor dat toch vrij snel. Ja, ik ging wel een luchtje scheppen. Hé, maar is er niet of zo? Nee, dat was zo zijn. Ja, ik weet het niet, ja. Je doet wel heel raar, hè? Nee, er is niks. Ja, is goed. Beste dagboek, ik heb een banaan gevonden. Ik weet niet hoe ik ermee moet doen. Ik weet ook niet of ik het aan mijn broer moet vertellen, maar vroeg of laat gaat hij toch te weten komen, dus ik kan wel raad gebruiken wat ik ermee moet doen. Ik moet u iets zeggen. Je bent met een broer en ik vind dat je dat moet weten. Ik heb een banaan gevonden. Als we die verkopen, dan kunnen we het ouderlijk huis weg. We kunnen onze toekomst ermee verzekeren. We kunnen er echt veel mee verdienen. Neem eens zo'n banaan. Allee. Ja, geld betalen. Ja. Ten eerste, hoe kom je er zelfs? Ik moet het zelfs niet weten dat je ervan komt. Maar zie gewoon dat je die heel houdt, want dan hebben we er niks aan. Ja, tuurlijk. Ik zou wel zien dat die intact blijft. Ja, oké. Maar heeft niemand nog geweten dat wij banaan hebben gevonden? Nee, ik hou die banaan intact. Oké. Evert, kom jij mee naar een Tom? Ja, dat is goed. Vertrekken wij nu of hè? Ik heb een banaan gevonden. Ja, een banaan gevonden. En wat ga je ermee doen? Ik ga die verkopen. Maar waarom eten die niet gewoon op? Allee, ga je dan toch superieur voelen ten opzichte van alle andere mensen die geen banaan meer kunnen eten tegenwoordig? En... Ja, dat wel, maar allee, ik kan dat ook niet maken tegenover mijn broer. Hè. Ja, uw broer. Als je die een stukje geeft, wat kan je ermee zeggen? Hè? Allee, ja, we kunnen dat echt wel verkopen voor heel veel geld. Maar geld, dat is nu toch echt niet meer belangrijk. Allee, oh. Beste dagboek, Sam heeft mij net geprobeerd te overtuigen om die banaan gewoon op te eten en niet te verkopen. Omdat, wat is het belangrijkste voor een mens? Het geld of het genot om te weten dat je nog een van de enigste zijn dat ik kan eten. Ik weet het nog niet goed, maar volgens mij kies ik toch voor het genot. Evert? Evert, wat doe jij nu? Ah ja, dat was onze toekomst. En dus ga je gewoon onze toekomst eigenlijk gewoon voor mijn ogen weg te vreten. Ja, geld is niet alles, hè. Ja, oké, maar... Ah ja... Ja, denk je nu echt dat ik dat ga aanpakken? Ah ja... Ja, dat moet ik nou toch al niet meer uit. Echt, juist. Doe me. Spijstas. Wat zijn jullie aan het doen? Wat? Je hebt een banaan en je eet je zomaar op. Uit mijn huis. Nu.